Ik zie ook al veel sok. Nou, dan noemen we hem sok. Sok. Yes, we zijn blij met die naam. Nou, dan hebben we de eerste Pokémon en die heet officieel Piplup, maar wij hebben hem dus Sok genoemd. Sok. Sokje. Het is zo naar, mensen. Ik vind het zo vervelend. We hebben een Pokédex. Zo'n Pokédex is nice. Dan kunnen we alle Pokémon in stoppen. Oké, de avontuur begint pas vanaf nu. Maar ik vind pas dat het avontuur begint als we Pokéball hebben. Hier, dan gaan we even praten. Ook bij deze. Oh, dat is de vader van Lucas. Oh, ik vond hem al op elkaar lijken inderdaad. Ja, dat is zo. Kijk, dus ik lijk op zijn vader. Ja, oké, dit is Lucas. Oké, we gaan Lucas volgen. Dit muziekje, dames en heren, dit kan je toch alleen maar waarderen. Ik hoor het niet. Oké, dit blauwe dakgebouw is waar we de potions kunnen halen en de pokeballen en alles. We krijgen nou ook wat van hem, of niet? Oh nee, hij zegt alleen wees voorzichtig en veilig. Nienke189, dankjewel voor alweer een gifted sub. Deze keer aan Bram achternaam. Dankjewel daarvoor. Ah, deze zegt als je ooit een Pokémon tegenkomt, gooi dan een Pokéball. Oké. Okay. Als het goed is kunnen we dat hier ook meteen een keer halen, of niet? Kijk, we hebben 8000 munies. Zullen we meteen even 10 Pokéballen halen? Oh, dit is wel heel veel. Nee, joh, gewoon 20. Nee, joh, gewoon 10. Dat is prima. En potions hadden we volgens mij al. We kunnen altijd even voor de zekerheid 1 antidote halen. Stel voor we krijgen een potion of stel voor we worden geparalyzed. Dan kunnen we altijd dat gebruiken. Prima. Nee, dat was het. We gaan er weer vandoor. Kalm. Nou, hier even met mensen praten. Oh ja, als ik trouwens op start druk, dan staat eronder wat we moeten doen. You really ought to tell your mom that you're going on an adventure. Oké, dus we moeten weer teruggaan naar huis. En dan moeten we vertellen aan mama dat we op avontuur gaan. Dus we hoeven hier nog niet allemaal te praten, denk ik, met al die mensen. Want we moeten eerst even naar huis. Kijk, hier kunnen we overheen springen. We zouden nu gewoon meteen een Pokémon kunnen vangen. Maar dat hoeft niet per se. Mama, oh. Mama, mama. Waar is dat van? Oh, je moet naar je mama toe, toch? Ja, dat is waar. Het is mama. Ja, dat is Marietjes huis. Ja, dat wil ik even zeker weten. Even op het bordje kijken. Mam, ik ga op het avontuur. Oh, moet ik eerst slapen voor mama? Dat muziekje was zo nostalgisch. Dun, 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 dun. Ah, we hebben een guidebook. Wel een gids. Mensen moeten die stukjes uitknippen en dan naar Jeremy sturen, alsjeblieft. Want dat is zo unzin. En dan ziet Jeremy dat en dan denkt hij, ja, nee, dat kan echt niet. Het is wat het is, mensen. Kijk, dat is de moeder van Henk. Ah, ik heb een parcel gekregen. Die moet je aan Henk geven. Moet ik aan Henk geven. Oké. Okay. Nou, gaan we. Gaan we naar Henk. Ben ik alweer wat vergeten? Wat nou weer? Wat heb ik gekregen? Oh, die muts op mijn hoofd. Oh, wat schattig. Ah, zou ik niet koud krijgen. De zon schijnt niet. Dat komt natuurlijk omdat ik sok heb. Even kijken, wat moeten we doen? Time to go to Jubilife City. Oh, wat hebben we hier nieuw? Oh, dat is die trainerkaart. Kijk, dit hebben we net gekregen. Kijk, Marietje, ID nummer 995852. We hebben 5700 money. Oké, okay. Nou, gaan we weer verder.
Gaan we deze nu vangen als we dit nu tegenkomen? Ja. Starly, die kunnen we meteen vangen. Tuurlijk. Go, Sok. Oh, zo schattig. Watergun. Oh nee, gaat hij bijna dood. Oh, ik misschien. Denk dat hij dan dood gaat. Ja, ik denk dat hij met allebei al. Want die deed je net ook op Starly. Die bound? Ja, maar ja, ik ben nu level 6, hè. Ik denk dat ik hem doodklap in één keer. Oh, nee. Ah, ik ben weer te overkregen. Ik dacht dat het vleugeltje van jou te sterk was, maar dat is niet zo. Nee, ik was toch niet zo sterk. Ik dacht, ik klap hem in één keer dood. Doe je nu water? Nee. Ik doe pound weer. Ik geef hem weer die smack. Smack that. Oh, on the floor, smack that. Give me some more, smack that. Wow. We gaan eerst Pokémon vangen. Woep. Let's go. Starly. Patrickster12, dankjewel voor je suppie. Patrickster. Yes! Dat vind ik oprecht een leuke naam voor deze Pokémon. Patrick. Patrickster12, dankjewel voor je suppie, baas. Ja. Ja, dankjewel. Deze voeg... Ja, die willen we een naam geven. Patrick. Oh, dat is wel een goed idee. Patrick. Patrick de vogel. Patrick, hoop niet dat je het erg vindt. Nee, toch alleen maar leuk. Patrickster. Nee, gewoon Patrick. Nee, Patrickster 12. Oh, dat kan niet. Dat past niet. Dan doen we gewoon Patrickster. Zo. Is het Patrickster of... Patrickster staat er. Patrickster. Ja. Wow, ik was helemaal in de war. Wow, ik doe 4 stappen en ik kom alweer dezelfde Patrick tegen. Patrick tegen. Komen we weer een Patrickster 12 tegen. Ja, deze hoeven we dus nu niet te vangen. Nee, die kunnen we met die watergun kapot sprayen. Hier. Oeh, half AP. Eén stukje. Als hij vuur was, was hij super effectief. Dan was hij in één keer dood. Wacht maar tot we bij de vuurgym komen. Dan waterkunnen we die vuur plat. Easy. Oh, level 7 al. We kunnen kijken. Ik heb zo'n website en dan kan je zien wanneer die evolueert. Oh, willen jullie dat weten wanneer deze evolueert, Sok? Want ik zie dat nu op mijn tweede scherm hier. Ik weet bij welk level die evolueert. Dat is toch leuk om te weten. We kunnen ze een beetje aftellen. Ik liep gewoon in één keer door dat borstje. Een risico, hè? Dacht, ik ga er gewoon voor. Maar waar is Patrick nu? Of Patrick, ik bedoel Henk. Oh, ik moet gewoon hier naar de stad gaan. Nee, je moet naar het volgende stadje. Oh, volgende stadje. Oh, in elk stadje een ander schatje. Dat bedoelen ze, denk ik. Oh, kijk, hier een pokeball. Een antidote. Ja, zeggen jullie allemaal. Dat vroeg ik ook weer net. Ze wouden weten wanneer het gaat over. Oh ja, hij evolueert bij level 16. En hij is nu level 7. Dus hij evolueert al bijna. Nee, level 14 staat daar. Level 16 staat hier toch, schatje? Nee, je wou toch Starly zien? Nee, niet Starly. Oh. Nee, ik vroeg net Sok. Oh, maar Starly, dus level 14. Ja, nee, dat heb je nu geklapt. Ja, dat klopt. Nee, heel goed. We hadden het over Sok. En Sok evolueert uit... die evolueert level 16. We gaan sowieso naar alle huisjes toe, mensen. Omdat we gaan even met iedereen praten. Maar misschien krijgen we wel spullen. Oké, dan gaan we nu naar die andere stad. En daar is Henk. Of nee, we moeten hier nog even naar binnen gaan. Oh. Soms klik ik te snel en dan praat ik twee keer met dezelfde. Oh ja, hier hebben we die computer. Kijk. Someone's PC. Kijk, hier kunnen we zeg maar Pokémon kunnen we in die box doen. En dan kunnen we zeg maar met Patrickster verder gaan. Snap je? Dus hier, als we te veel Pokémon hebben hier zo. We kunnen de 6 bij ons hebben. Dan kunnen we de rest hier in de box doen. En hier. En dit geluidje is super nostalgisch. Komt-ie, hè? Komt-ie. Zo lekker. Ting, ting, tiddering. Wat is er?
Iemand zei toch net dat je geen Charmander en Pikachu kan vangen in deze? Ja. Maar dit is zo. Is dat wel zo? We hebben toch ook al Pikachu's gezien? Oh ja, ja. Wat is dat dan voor lulkoek? Ja, en die laatste is dus blijkbaar de Red Charmander. Want dat ging ook op het nieuws, toch? Dus nee, Red Gyarados. Gyarados. Maar ik heb het net opgezocht. Dat kan wel. Ja, we kunnen gewoon een Pikachu en een Charmander vangen. Ja, voor Pikachu sowieso. Maar dan zou Charmander ook wel zijn. Ah, kijk. Nu gaat hij voordoen hoe je Pokémon vangt. Maar we hebben net al Patrickster gevangen. Dus ja. Laat. We weten het al. Maar dankjewel voor de uitleg. Maar kijk, als je weet hoe Pokémon werkt, dan snap je dat natuurlijk allemaal al. Maar we doen nu even... Ik doe niks trouwens, hè. Dit is hij doet het voor dat. Lucas doet het nu voor. Dead Friends 1234, Ferry Smit, Fix Daan, Lolo Power 2208 en Jeffin Jorrel 0. Dankjewel voor je suppies. En Vera, VDS 1, dankjewel voor je gifted sub aan Grookie. En Ashley 00 en Ivo Ken Evil. Dankjewel, Evil. Dankjewel voor jullie suppies. Sanne Sky van Doorn, dankjewel voor je donatie. Oh, sorry Sanne, ik heb het inderdaad niet voorbij zien komen, sorry. Maar dankjewel voor je donatie. Ichiku, dankjewel voor je donatie. Die zegt daarbij, had je ook toen je in New York was, dat je brein het niet aankomt hoe groot alles is? Want je verwacht dat alles groot is, maar je kan niet voorstellen hoe het is totdat je er echt bent. Ja, precies dat Ichiku, dat is het echt. Dat is het echt. Je denkt van oké, New York is een gekke stad. En dat is echt crazy. En dat is echt groot, massive, huge. En dan kom je daar en dan denk je gewoon van wauw, dit is eigenlijk nog veel zieker dan ik had verwacht. Ja, dat had ik wel echt. Nou, nu weten we hoe we Pokémon moeten vangen. Maar ja, nogmaals, we hadden stiekem al eentje gevangen. De laatste bos. Het laatste bos. Het laatste struikje. En Bidoof hebben we nog niet. Bidoof. Dus we kunnen deze vangen. Ja. Oké, wat gaan we doen? Waterkun, die vind ik wel leuk. Als een lama. Even zo'n snotje. Bidoof. Gaan we die meteen vangen nu? Ja. Jorkootje, dankjewel voor je 12 maanden sub. Shoutout naar jou. Oké, vingertjes gekruist. Vingertjes gekruist. Ik hoop dat we hem gaan vangen. En Bidoof. Bidoof. Even kijken. Charlotte Love Animal, dankjewel voor je donatie. Enzo, jij mandarijn eten kan echt niet. Moet stukje voor stukje. Ja, sorry. Het is wat het is. Erik Groen, dankjewel voor je 8 maanden sub. Let's go. Dankjewel. Nou, ik moet zeggen. Erik Groen. Ja, dat is wel de laatste, hè? Erik Groen. Erik. Ik doe gewoon Erik. Ik vind dit ook serieus een Erik. Ik ook wel een beetje. Ik vind dit serieus een Erik. En dat is geen... En ik ga trouwens niet alle namen pakken van de subs en donaties, hoor. Ik ga straks ook een paar mensen... Want ik wil niet mensen verplichten om te doneren of te subben of wat dan ook. En dat je dan pas een Pokémon naam krijgt. Alle namen van alle Pokémon die ga ik halen van de subs, van de donaties, van de bits en uit de chat. Dus dat is een combinatie. Dus straks ga ik ook gewoon mensen uit de chat pakken. En ga ik gewoon de namen daarvan gebruiken voor de Pokémon. Is dit onze eerste battle? Yay! Onze eerste battle. Oké, let's go. Kom maar op. Wat heb je eigenlijk voor drinken? Is het gewoon water? Nee. Oh, lekker hoor. Oeh, jongster Tristan. Komt met een Starly. Dorst, hè? Ah, lekker. Oké, doen we de watergun weer. Die is wel leuk, hè? Watergun! Auw! Sloeg me 2 klapjes. Tegelijk. Jullie zijn echt top. Dankjewel, Elin Jade. Dankjewel. Doen we nu een paar. Vind ik wel leuk. Danny aanmaken en Nosferatus. Dankjewel voor jullie subbies. Thanks. Let's go, Starly Army. Oké, ik doe de watergun wel. Die was wel sterker, die watergun. Echt veel sterker. Oeh, quick attack. Die heeft altijd voorrang, hè? Daarom heet het ook quick. Snelle attack. Oh ja, tuurlijk. Oh, moet ik dan praten? Ah, oké. Okay. Hallo dames en heren, ik ben op dit moment live en ik heb hier een controller in mijn handen die geconnect is met mijn beeldscherm waar Pokémon op staat. En we gaan lekker Pokémon spelen, nieuwe game. En ik heb hier een Nintendo Switch en 2 Pokémon spellen die ik ga weggeven. Dus klik op linkje en kom kijken. Hey, helemaal leuk, even voor Instagram.
Toestrong. We zijn te sterk voor deze gast met petje achterstevoren die me heel bekend voorkomt. Even kijken. Oh, één stapje en dan gaan we vechten. Oh, maar wacht, we kunnen wel even wat aanpassen. Pokémon. Wacht, hoe doe je dat ook weer? Hier en dan check summary. En dan gaan we opzij. En dan de aanvallen. Kijk, en dan pakken we deze en die doen we even daar. Kijk, dit is wel echt super chill. En dan pakken we die andere Pokémon ook nog even. Erik pakken we. Die staat al bovenaan. En dan Patrick Ster. Oh, die heeft het ook al goed. Kijk, weet je waarom ik Watergun namelijk bovenaan wil? Ik wil Watergun wil ik bovenaan. En we geven trouwens even een potion aan Sok. Want dan is hij wel helemaal beter. Kijk. En ook aan Erik. Zo. Zijn ze helemaal full HP. Hey, slim, want we gaan nu weer een battle in. Kijk. Girl fight. Dat doe ik omdat je dan gewoon heel makkelijk AAA kan klikken. En dan kijk, dan kan ik nu gewoon klik. En dan komt hij automatisch op Watergun. Kijk, let maar op. Ik ben A nu al de hele tijd aan het spammen. En dan kunnen we gewoon snel die battles winnen. Kijk, sok. Want ik weet gewoon dat ik Watergun wil gebruiken op die Bidoof. Kijk, AAA zie je. Dan hebben we meteen Watergun. Hebben die steeds drie bovenaan? Yep, die heb ik net aangepast. Ik heb dat dus niet gepast. Ik heb niet gekeken. Oh, maar dan kan ik je wel uitleggen hoe ik dat doe. Kijk, doen we weer Watergun en dan is het klaar. Dan is hij gewoon derde. Dan hebben we weer XP. Kan je zo de giveaway doen? Zeker weten. Ik ga straks beginnen met de giveaway. 1M Ra, dankjewel voor je Ra. Suppie, Ra. Dankjewel voor je suppie aan Iris van de Galien. Dankjewel. Patrick, Erik en Sok zijn allemaal level omhoog gegaan. Oh nee, Sok net niet. Oeh, bijna level 8. Bij level 16 gaat hij dus evolueren. Nee, we houden de Pokémon die we nu hebben. We hoeven niet te switchen. En die Bidoof die kunnen we easy aan met Sok. Easy. Oh bro, ik vind die attacks die ze hebben gemaakt, vind ik er zo kicken uitzien. Ja, echt. Oké, mijn attack is minder geworden door zijn grow, maar dat maakt niet uit. Is het shared XP bij al je Pokémon? Ja, kijk maar. Boom. 13 voor Patrick, 13 voor Erik en 18 voor Sok. Dus de Pokémon waarmee je vecht, dus in dit geval Sok. Die krijgt de meeste XP, maar alle andere Pokémon die krijgen ook gewoon XP, maar ietsjes minder. Maar alle Pokémon die je bij je hebt en die dood zijn, die krijgen geen XP. Want die zijn dood, dus die kunnen niet meer meedoen met de XP. Kijk, gaan we weer tegen Starly. En die Starly die evolueert voor level 14, dames en heren. Dus daar moeten we even geduld voor hebben. Oké, we doen gewoon alleen maar Watergun, dan zijn ze gewoon het snelst mee dood. Oh, in één keer. Was het een critical hit? Nee, nog geen eens. Hè? Hoi joh. Oké, het scheelt niet veel trouwens. Nee. Die shared XP is wel echt crazy hoor. Gewoon 13 terwijl ze niet vechten. En ja. Ik 15. Dus dat gaat wel hard hoor, dat XP. Oei. Alweer. Ik deed gewoon letterlijk één. Oh! Een Shinx. Deze moeten we hebben. Deze gaan we vangen. Deze is zo schattig. Ook al is die Shinx wel beter. Ik ben bang als ik Pound doe dat hij dan in één keer dood is. Zal ik het doen? Ik heb het gedaan. Ik hoop niet dat hij in één keer dood is. Nee, een rustig klapje. Oh, yes. Fijn. Fijn. Rustig klapje. Weet je wat het is? Die Shinx, ik weet niet of hij een elektrische aanval heeft, want hij deed net tackle. Maar elektriciteit is super effectief op water. En wij hebben natuurlijk Sok, die is een water-Pokémon. Boom. We hebben Shinx te pakken, dames en heren. Dankjewel, Jansen 2020, voor je suppie. En Aniekje, dankjewel voor je gifted sub aan Stream Elements. Aniekje, ik vind dat eigenlijk wel een hele goeie. Ja, die is lief. Aniekje, ik vind dat er wel bij passen. Ja. Ja, toch? Zeker. Nou, Aniekje. Dit is Aniekje. Dat vind ik serieus erbij passen. Ook dat je, Aniekje. Want dit is gewoon een schattige Pokémon. Als je nou een Machoke hebt of zo, dan is Aniekje raar. Dit is gewoon perfect. Dit is perfect. Dit had zo moeten zijn. Dit is gewoon perfecte timing. Aniekje. Knol power. En ik zie heel veel mensen in de chat steeds vragen voor de giveaway. Maar we gaan straks de giveaway doen. Is het met een C? Wow, ja. Dat is gewoon een C. Aniekje. Ja. Nou, leuk. Aniekje, welkom bij de club. Dus kijk allemaal eerst nog eventjes Pokémon. Dit is ook de game die jullie kunnen winnen. Dus je hoort het ook leuk te vinden om te kijken natuurlijk. Anders dan zou ik sowieso niet meedoen aan de giveaway. Dat is helemaal waar. Ik bedoel, als je... dit kan ook natuurlijk alleen de Nintendo Switch willen. Maar het is wel een Nintendo Switch Lite Pokémon versie. Ja. Dus die buitenkant is Pokémon. Zo, dat gaat goed. Spreek mijn naam.
ik kan beter de andere pakken. Ja, dat is wel beter, ja. Kan je dichterbij zitten. Beter. Daarom had ik hem ook gemaakt, eigenlijk. Oh, watergun, effective, staat erbij. Jentel de Wilde en Knolpower Fan 175, dankjewel voor jullie suppies. Hier, kijk, zag je dat het een super effective was? Omdat het is een elektriciteitspokémon. En ook al is Shinx een man, alsnog hebben we het Aniekje genoemd, dat maakt niet uit. Oh ja, stond bij dat het een mannetje is, maar dat maakt niet uit. Erik, level 5, defense girl, Erik. We hebben Logan Paul verslagen, jongste Logan Paul. 380 money gekregen. Oké, okay, dan gaan we niet vechten. Oh, yes. Deze hadden we al gehad, hè? Pokémon niet vechten. Yes. Een potion. Oké, niet vechten. Waarom niet? Niet vechten. Oh, yes, ik ben er weer uit. Oh, dat is zo fijn. Ja, dan kunnen we... Kijk, Yubi Life City. Ja, hier moesten we heen. Hier is Lucas weer. Hier is Lucas. Je kan ook wegrennen, hè, Enzo. Ja, dat weet ik. Ik weet dat je kan wegrennen. Maar ik bedoel, het is toch best wel nice om te levelen. Alleen soms wil je ook gewoon niet drukken op wegrennen. Maar dan wil je gewoon in één keer verder rennen. Soms het duurt wel een beetje lang over de eerste. Klopt. Nou, we zijn nu bij de eerste stad. En ik vind het een goed begin voor een giveaway. Omdat we nu bij de eerste stad zijn. De City of Joy. De stad van geluk. En ik bedoel, dan is dit ook het moment van geluk dat we de eerste giveaway gaan doen. Wow! Maar dan heb ik een vraag voor jullie. En dit is een hele belangrijke vraag. Dus stem zorgvuldig. Maar er komt een poll in beeld. En die poll is als volgt. Shining Pearl of Brilliant Diamond? Welke willen jullie winnen? Welke game willen jullie los winnen? Pokémon Brilliant of Pokémon Diamond? Of ik bedoel, Brilliant Diamond of Shining Pearl? Sorry. Dat is de poll die er komt. Dat is de poll, dames en heren. Brilliant Diamond of Shining Pearl? Welke willen jullie winnen? Want degene die jullie nu kiezen, kunnen jullie winnen. En die andere, die doe ik bij de Nintendo Switch die weggegeven wordt. Dus welke van deze willen jullie los winnen? Laat het mij weten. Oké, dus die... Dus laat het mij weten. Jullie kunnen stemmen, dames en heren. Welke game willen jullie nu winnen? Brilliant Diamond of Shining Pearl? We spelen op dit moment Shining Pearl, kan ik jullie vertellen. Oké, wat moeten we doen? Head over to the Trainer School. Oké, wat is de Trainer School? Is dit de Trainer School? Ik ga ergens maar gewoon naar binnen, hoor. Ik heb geen idee. Oké, ik ga weer even met iedereen... Oh ja, kijk, daar zien we Henk staan. Henk. Hey Marietje, kom je ook studeren? Nee, niet zoveel zin. Ik wil gewoon Pokémon vangen. Ah, kijk, we hebben die Parcel gegeven. Oké, dames en heren. Brilliant Diamond. Bijna 2000 stemmen. Dus ja. Dat is de game die we nu gaan weggeven. Oké, ik ga jullie zo vertellen hoe je kan meedoen met de giveaway. Het is echt weer super easy. Het enige wat je nodig hebt daarvoor is een Twitch-account. Maar dat is echt super makkelijk om gratis aan te maken. Oké, laten we even weer met iedereen praten. Kijken wat ze allemaal hebben. Oh, hij wil met mij battelen. Kom maar op, gaan we battelen. Let's go. We moeten gewoon levelen, dus waarom niet? Ik ga jullie in enkele minuten ga ik jullie vertellen hoe je de game Brilliant Diamond kan winnen. Het enige wat je dus nodig hebt is een Twitch-account. Maar dat is echt super easy om aan te maken en het is ook gewoon gratis. Je moet even je hoofd achter dit doen. Ja, zo. Oké. Zoom. Dus Brilliant Diamond, dit is de game die we gaan weggeven, dames en heren. Oeh, we moeten tegen Abra. We doen gewoon Watergun. Dat is prima. Oh mijn god, Charge Beam. What? No, sok. Oh yo, die aanval is super effective. Tuurlijk, het is elektriciteit op mijn... Ah. Damn. Dit is pijnlijk. Dit is echt pijnlijk. Ik denk dat ik een potion ga geven. Want serieus, als ik nu doodga, dan is dat wel heel ongemakkelijk. Want dit is gewoon mijn eerste fight. Tweede, derde, vierde fight, denk ik. En ik wil niet... Oh, alweer. Oh my god, super effective. Hij klapt.
meteen weer bovenop. Ja, oké, we gaan het er nu op gokken. Oké? We gaan nu gokken dat hij niet meer... Want als je 3 keer achter elkaar dezelfde aanval doet... Ah, dan ben je niet cool. Oh, Charge Beam. We zijn gewoon naar de Filistijnen. Sok is dood. Rip. F in de chat. Die kunnen we straks gaan. Die kunnen we revive inderdaad, bij het Pokécenter. Maar F in de chat voor Sok. Ja. Oké, wie gaan we doen? Anniekje? Als we Anniekje doen, dan offeren we haar gewoon op. Nee, we doen wel Patrick Ster. Misschien kan hij het smacken. Boom, Patrick Ster. Zo geniaal, man. Quick Attack, dan zijn we sowieso als eerste aan de beurt. Kabra is wel een level hoger. Oeh! Wow, joh, hij klapt hem erop, hé, die Patrick! Woe! Check. Oh, wow, Patrick meteen 2 levels omhoog. Woe! Oké, dames en heren, als je de game wil winnen, de Brilliant Diamond, als je de game wil winnen, dan zou ik zeggen, typ in de chat, uitroepteken, Brilliant, of uitroepteken Diamond. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En... De timer gaat nu in. Ik heb 5 minuten heb ik gezet als timer. Over 5 minuten maak ik de winnaar bekend. De timer staat op mijn tweede beeldscherm aan. Uitroepteken Diamond. Yes. Oké, en willen we zien wanneer Patrick Ster evolueert? Oh ja, level 14 was dat. Oké, level 14. Oeh, en Anniekje heeft een nieuwe attack geleerd. Ja, helaas bro, je hebt verloren. $400 gekregen daarvoor. Je hebt verloren. En wil deze chick ook nog met me vechten? Want dan doen we gewoon nieuwe bitch fights. Ja, we ook battelen. Kom maar op. Kom maar. We gaan vechten. Mr. Salty Potato Head, Crazy Mike en Mike van der Bos en Dani 31 en Kazuya Zoro. Dankjewel voor jullie suppies allemaal. Oh nee, dit is weer zo'n Abra. Maar gelukkig hebben we Patrick Ster met de Quick Attack. Die ging echt goed. Die aanval zo snel, die Abra ziet hem niet aankomen. En dat ze op zijn neus en een half HP. Charge Beam. Eens even kijken of die super effective is op Patrick. Ja. Goed. Ook super effective. Misschien hebben we toch de verkeerde begin Pokémon gekozen. Ja, dat weet ik. Maar hij is wel super effective. Die doet toch wel pijn aan onze Pokémon. Maar Abra is dead. Hoppakee. Wel veel XP weer, denk ik. Zo! Patrick! Zo! Dat is toch niet normaal? Ik ga een koekje halen, wil ik een koekje? Koekkruimeltjes! Koekkruimeltjes! Ja, lekker. Maakt niet uit. Doe maar een drinkje. Ik heb dat zo vaak, dan zeg ik maakt niet uit en dan daarna zeg ik toch wat ik wil. Oké, wat zit deze kiddo te doen achter de computer? Waarschijnlijk gewoon lekker te gamen. Ah, hij vertelt even dat gras zwak is tegen vuur. Even kijken, wat moeten we nu doen? Er staat hier, Explore Ubilife City. Kijk, hier hebben we de town map. Oké, dit is dus de hele map, dames en heren, van Shining Pearl. En die is best wel groot. Laten we voor de zekerheid even save. Ja, ik heb autosave al aanstaan, dus als het goed is, dan hebben we heel veel autosave. Ah, we moeten de trainerschool exploren, zegt hij. Maar dat hadden we natuurlijk al gedaan. Ah, kijk wat we hier hebben. We moeten gewoon even alles om... Oh, ik mag hier nog niet in. Zo, ik word gewoon geweigerd. Dat is zuur. Oké, dan gaan we even naar dit huisje. We moeten gewoon even in elk huisje met iedereen praten, want we moeten blijkbaar iets doen. En als jullie het niet erg vinden, doe ik gewoon die tekst gewoon even zo snel doorspoelen. Want ik kan dat best wel snel in me opnemen. Dus als er iets staat dat we iets moeten doen, dan kan ik dat wel snel uitleggen aan jullie. Did you know that some Pokémon can evolve? Ja, ik weet dat sommige Pokémon kunnen evolueren. Er doen al meer dan 1700 mensen mee met giveaway. En dat vind ik wel echt insane veel. Maar wil je nou meedoen met de winactie? Het enige wat je hoeft te doen is een Twitch-account te hebben en uitroepteken Diamond te typen in de chat. En als je niet weet hoe je diamond typt, dat is gewoon diamant in het Engels. Dat is ook Brilliant Diamond, hoe die heet. Dan kan je kijken hoe de rest het typt. Want ja, iedereen die is het al aan het typen. Komt-ie.
Oh, zo satisfying dat geluid. Ting, 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 ting. Oké, we hebben deze Pokémon bij ons alle vier. En die willen we gewoon bij ons houden, toch? Die willen we gewoon alle vier bij ons houden. Ja, willen we. Natuurlijk willen we dat. Oké, laten we even kijken. Waar kunnen we nog meer heen? Oh, we worden aangesproken. Wat hebben we verkeerd gedaan? Ja, ik ben een Pokémon trainer. Ah, krijg ik nou iets van hem? Oh, we moeten clownen zoeken. Nou, ik zie daar al één clown staan. Nou, hier een clown. Dat is de eerste clown. Does a Pokémon grow by defeating others and gaining XP? Ja, een Pokémon groeit als die andere slaat. Ja. Yes. Ding dong. Correct. Oh, kijk. We hebben één coupon gekregen van deze clown. Nou, dankjewel. Nou, moeten we de andere clown zoeken? Waar is de andere clown? Daar is de andere clown. I'm Pokécatch Campaign Clown. Can a Pokémon hold an item? Dus kan een Pokémon een item vasthouden, ja? Sowieso, je kan een Pokémon een item geven. Dat is best wel handig trouwens. Zoals berries inderdaad. Oké, coupon 3. We hebben eentje overgeslagen, één clown. We moeten nu naar de tweede clown. Hier mag ik waarschijnlijk nog niet heen, want dan staat hij alweer een braakje te spelen. De tweede clown? Hallo, tweede clown. Nou, hier is ook niet de tweede clown, denk ik. Want hij is wel in het stadje. Waar is de tweede clown? Ah, daar is de tweede clown. Let's go. Oh, de timer is voorbij, dames en heren. Alleen nog even deze vraag beantwoorden. Just like Pokémon, do the moves of Pokémon also have types? Ja, tuurlijk. Yes. Ding, ding. Correct. Hoppakee. Coupon nummertje 2. Oh, lekker hoor. Lekkere koekjes. Lekkere snoepjes, lekkere koekjes. We worden weer verwend. Als jullie nou aan het chillen zijn en zoiets hebben van... Hey, ik doe niet alleen mee voor de giveaway, maar ik wil ook lekker de stream kijken. Ik zou zeggen, pak even lekker limonade erbij. Pak even lekker chippy, even lekker cookie. Of lekker mandarijntje, die hebben we net ook gehad. Dan zou ik zeggen, pak dat erbij. Oké, we hebben de Pokécatch gekregen. Press de R-button om hem te openen. Oké. Nou, laten we die meteen even drukken dan op de R. Ah, kijk, dan zien we hoe laat het is. Kijk, een rekenmachine. Nee, die tijd klopt niet, nee. Ah, hier zien we verschillende dingen. Dit zijn de Pokémon die we bij ons hebben. En dit is de tijd die dus niet klopt. Maar we doen hem wel weer weg. We hebben hem niet nodig. Oké, dan gaan we even met iedereen praten. Ja, deze zegt dat je maar 6 Pokémon in je party kan hebben. Oké. Hey, daar is Jinx. Of ik bedoel Annie. Wow, doen echt veel mensen mee, hè? I want to make a group. Nee, ik hoef geen groep te maken. Nee, we kunnen misschien later nog wel doen. Groep maken. Maar laten we voor nu in ieder geval even lekker zo bij deze fontein staan. En de Brilliant Diamond gaan weggeven. En hoe dit werkt is heel simpel. Ik ga jullie uitleggen dat er zit verder geen geheim iets achter of wat dan ook. De reden dat jullie uitroepteken Diamond in de chat moeten doen... is omdat er een automatische bot, dus dat is gewoon de computer, die staat aan... met als actie uitroepteken Diamond. Als je dan in de chat van mij uitroepteken Diamond doet... word je automatisch in een lijst gezet. Die lijst bestaat nu uit 2200 mensen. En de giveaway is op dit moment gesloten. Dus er zijn 2200 mensen van de bijna 8000 mensen die meedoen. Dus dat is zonde voor de andere 6000 mensen. En de reden dat die mensen niet meedoen... is omdat ze dan geen Twitch-account hebben... en niet in de chat uitroepteken Diamond typen. Dus er komt straks nog een andere giveaway aan, de Nintendo Switch, met deze Pokémon game, de Pokémon Shining Pearl. Wil je die winnen, ik zou zeggen, maak dan nog even een Twitch accountje aan en dan kan je straks meedoen met een andere, met een ander woord in de chat. Maar voor nu, uitroepteken Diamond is geweest en dan kom je in een lijst. In totaal zijn dat 2200 mensen geworden en als ik dan druk... Of als mijn moderator Tim van der Wel, als die dan drukt op enter, dan komt daar een random naam tevoorschijn. Dus uit die lijst komt één naam naar voren en die heeft gewonnen. Dus er zit niks aan voorrang bij of iets of wat dan ook. Ik ken de persoon ook niet die heeft gewonnen, behalve dat hij me stream kijkt. En de winnaar in dit geval voor deze game, die krijgt hem dan ook opgestuurd. En dan wordt er contact met je opgenomen door Tim van der Wel, dat is een moderator. De winnaar is geworden... En het begint met een O. De winnaar is geworden. Ik spam het nu in de chat. Omer2510.
Homer 2510, gefeliciteerd met deze game, Brilliant Diamond. Die krijg je gratis opgestuurd van mij en van Nintendo Switch. Dus shout-out naar Nintendo. Thanks voor het sponsoren van deze stream. En voor het regelen van deze game die ik gewoon mag weggeven. Dus de eerste giveaway is geweest. Gefeliciteerd. Dan moet Omer even een berichtje sturen naar Tim, toch? Ja, had ik al gezegd. Oh. Omer moet even een berichtje sturen. Of anders neemt Tim van der Wel wel even een berichtje. Stuurt hij wel even een berichtje naar jou toe. En dan wordt contact met je opgenomen. En dan moet je even je gegevens delen. En dan wordt het naar je opgestuurd. Oké, laten we weer GG in de chat inderdaad. GG in de chat. Thanks voor iedereen die heeft meegedaan. Benneappel en Dentuin 020204 en Alice Kwakernaak, dankjewel voor jullie suppies. Wat moeten we nu doen? Next stop is Orenburg City. Nou, kunnen we even op de townmap kijken waar dat is? Oh, dat is hier rechts, dus we moeten naar rechts. Oké, hier kunnen we nog niet in. To the right. Oké, we kunnen wel eventjes... dat is sowieso altijd wat ik doe en dat zal je ook wel merken. Is dat altijd en overal ga ik gewoon induiken. Dus net zoals dit, hier hoeven we denken... Hey, Pikachu! Pikachu! Zie, hij is er gewoon, hoor. Zo schattig, hoor dit. Pikachu! Zo cute. Kijk, dit bedoel ik. En dit is waarom je in alle huisjes gaat. Dus Omer, voor als je dit ziet, als je Pokémon gaat spelen, die Brilliant Diamond, duik overal naar binnen en praat met iedereen, want je kan gewoon altijd gewoon dingen krijgen van mensen. Oké, dit is een hielbal. Hij legde dus uit dat als je een hielbal hebt en je hebt een Pokémon die aanvalt en die Pokémon is dus bijna dood en je gebruikt de hielbal, dan heb je dus kans om hem te vangen. En als je hem dan hebt gevangen, dan is zijn HP gewoon weer full. Gewoon vol HP, omdat het een hielbal is. Dus dat kan best wel handig zijn. Dat is fijn. Zijn al mijn Pokémon trouwens... Oh, dit is de bag. Dit is een antidote, paralyze heal. Zijn al mijn Pokémon... options. Zijn al mijn Pokémon full HP? Ja, ze zijn full HP. Oké, dan hoef ik niet naar het Pokécenter te gaan. Kijk deze twee. Die zijn ook even lekker aan het game. Oké, dan gaan we naar rechts, dames en heren. Oh, hij praat niet tegen mij. Oké. Oh, jij zei wel hallo tegen hem, maar Henk is dus geen hallo. Nee. Kijk, daar hebben we Henk. Daar hebben we Henk, dames en heren. Dillentje 1996 en Justine PPPPPPPP, dankjewel voor je suppies. Dames en heren, wat gaat er nu gebeuren? We moeten vechten tegen Henk. Daar gaat de battle. Welke game speel je nu? Ik speel nu deze game, Shining Pearl. Dat is ook de game die we straks gaan weggeven samen met de Nintendo Switch. Maar? Kom op, Sok. De Brilliant Diamond is aan het begin precies hetzelfde. Ja. Dat is wel voor Omer superleuk. Ja, ik speel namelijk zelf de Shining Pearl op mijn Nintendo Switch en Myron speelt Brilliant Diamond. We doen weer de watergun. Hij mag wel elke keer eerder aanvallen. Oh, let's go. Oh, hier krijgen we veel XP voor. Sowieso, dat is ook wel een goede tip. Als je je Pokémon wil levelen, dan kan dat natuurlijk door middel van gewoon letterlijk... naar bosjes te gaan, naar struiken en daar doorheen te gaan lopen en dan Pokémon's tegen te komen. Maar het beste kan je Pokémon trainen als je gewoon tegen andere trainers vecht, zoals ik nu doe. Dus dat is gewoon de storyline afmaken, want daar krijg je echt veel meer XP voor. Maar ja, soms kan het ook zijn dat je een trainer niet kan verslaan, tenminste misschien gaat dat wel voorkomen. En dan moeten we natuurlijk even onze Pokémon trainen. Maar in dit geval, kijk, stel voor we hadden Chimchar gekozen, die aap, die vuuraap. Dan hadden we dit veel makkelijker kunnen doen. Want vuur is natuurlijk sterk, super effectief op gras. En nu gebruiken we water op gras. En ja, eigenlijk als je iets wil laten groeien en iets sterker wil laten worden, dan gebruik je natuurlijk gewoon water. Dus eigenlijk doen we hem alleen maar een gunst. Dus laten we de Pokémon even ruilen voor... Aniekje. Ja, laten we Aniekje gebruiken. Ook is hij level 6 en is de tegenstander... Wat was die, level 8? Is die level 8? Oh, wat doet hij nu? Hij gaat in de oyster. Dus gaat zijn defense omhoog, ja. Oh, hij is level 9 zelfs. We doen de Thundershock. Waarom doet iedereen uitroepteken Nintendo? Er is helemaal geen winactie gaande op dit moment. Dus het heeft helemaal geen nut.
Ja, uitroepteken Nintendo kan je wel doen om te zien voor de... Oh, ik snap al waarom jullie het doen. Ik snap het al. Als je uitroepteken Pokémon Nintendo doet, of uitroepteken Nintendo of uitroepteken Pokémon, dan krijg je de twee games te zien. De Pokémon Pearl en de Pokémon Brilliant Diamond. Dus dan zie je wat meer informatie. Verscheur Shyla, P. Rosa en Psychonarf87. Dankjewel voor jullie suppies. Is Paradox een NL Trucker? Dankjewel voor jullie suppies. Susanne CS, Retro en Lolo8508. Dankjewel voor jullie suppies. Nou, kom op. We moeten hem wel even dood krijgen, hoor. Want dit gaat wel een beetje langzaam. Adinda1993. Dankjewel voor jullie suppie. En Servant Gameplay. Knolpower voor het leven zet hij erbij. Servant Gameplay. Shoutout naar jou, man. Thanks. Ik hoop dat je Knolpower deckbed nog even lekker ligt als op het begin. En dat die nog goed eruit ziet qua kwaliteit nadat je hem hebt gewassen. Tenminste, als je het nog niet hebt gedaan, dan... viespeuk. Half jaar geleden, denk ik, dat ik hem heb opgestuurd. Ik hoop wel dat ik een keer je dekbed heb gewassen. Nee, is vast goed gekomen. Tim TGS, dankjewel voor je subje via Prime. En Camille Patien, dankjewel voor je donatie. Enzo, Virtual Ablo is vandaag overleden door de strijd tegen kanker. Meen je dat? Is dat serieus zo, ja? Wist ik helemaal niet. Is dat echt zo? Die designer van Off-White? Ja, dan kijk maar of je het kan bevestigen. Ja, dat is zo, zeggen mensen in de chat. Meen je niet? Wat sneu. Ja, je hebt verloren, Henk. Ja, Virtual Abos, wow, yo, dat meen je niet. Holy shit, hij is nog maar 41 geworden. Wauw, dat is echt heel sneu. Damn. Virtual Ablo. RIP. De designer van Off-White. Maar ook heeft hij wat dingen gedesigned voor Louis Vuitton en zo. Damn. Ik heb ook een paar dingetjes van Off-White. Best wel vet. Zo sneu. 41 nog maar, dat is gewoon veel te jong. Oh, we gaan battelen. Wie is dat? Virtual Ablo is dus volgens mij de bedenker ook van Off-White. De eigenaar van Off-White. En toen heeft, omdat Off-White werd echt knijtersgroot en super bekend wereldwijd. En dat is een duur designermerk, Off-White. En volgens mij heeft Louis Vuitton toen gevraagd aan Virtual Ablo of hij wat dingen wilde designen voor Louis Vuitton. En toen heeft hij dat gedaan. En toen heeft hij volgens mij ook die Louis Vuitton tas, zo'n hele dure die ook van kleur verandert, die heeft hij toen ook bedacht, geloof ik. Ja, dat zijn sowieso dingen die veel te duur zijn om te halen, vind ik. Maar het ziet er wel vet uit. Echt maar, bizar. Ja, die is dus... Dat, tenminste, ik zie op internet dat 5 minuten geleden dat is geplaatst op allemaal nieuwsbladen en zo. Ja, het bericht 35 minuten geleden op zijn Insta. Oh, 35 minuten geleden op zijn Insta is geplaatst dat hij is overleden, waarschijnlijk door zijn familie. Supersneu. Sok is bijna weg. Nog 4 HP. Ik weet. Oeh, Sok is wel de eerste aan de beurt. Wat een geluk. Wat een geluk. Hoppa, we hebben Michael verslagen. Ah, oh, zijn arme Bidoof en Zubat. Heb ik allebei vernield. Oké, okay, ik zie daar rechts een pokebal. Die willen we natuurlijk even hebben. Wat is dit? Oh, letterlijk een pokebal. Oké, waar moeten we heen? We moeten naar Orburg City. Oké, okay, dat is dus rechtsaf. Maar volgens mij zijn we nog niet helemaal hier links geweest. Hebben we al met haar gepraat? Ja, toch? Ja, volgens mij wel. Oh, hier links kan je ook verder niet heen. Oké, okay, duidelijk. Nou, dan gaan we naar rechts. Hey, kijk. Oh, daar kan ik niet langs. Kan ik staan? Oh, wacht. Hier misschien. Nee. Hey, hallo. Oh, het laatste bosje. Een Bidoof, die hebben we al. Dus die hoeven we niet te vangen. Go, Sok. Let's go. Laten we deze maar even wegrennen, trouwens. You got away safely. Gelukkig. Want anders is onze Sok dood. Oh, misschien kunnen we dan het beste nu even dit doen. Knol.
even een potion geven. Hoppakee. Kijk, dat is gewoon genoeg HP, denk ik wel, of niet? Nou, laten we nog eentje doen voor de zekerheid. Die potion die kostte toch bijna niks. Prima, mijn hand. Kijk, gaan we vechten met deze. Go sock. Let's go. Ik moet wel zeggen dat ik heel vaak het idee heb dat ik tegen mezelf vecht. Want ik bedoel een rood shirtje en dan met een blauw pet van Enzo Knol 2 achter zijn voren. Is toch gewoon. Is toch gewoon. Hij heeft alleen bruin haar. Ja. Mijn eigen haarkleur is wel een beetje donker. Oké, we doen pound en we doen geen watergun meer. Want die watergun heeft gewoon geen nut bij die gras Pokémon. Dat is gewoon niet effectief. Sterker nog, er staat gewoon not very effective. Dus we laten het wel wat het is. Zeno 19077, dankjewel voor je subje, baas. Wordt gewaardeerd, man. Thanks. Hey, Zeno 19077, dankjewel voor je gifted sub aan MaestroBurgerNL. Shoutout aan jou, thanks. Net niet, bijna. Nu! Bam, hij gaat eraan. Rick. Jongster Delft. Hey, misschien kan ik ook dit doen. Wacht even. Kijken. Wow. Even kijken. Waar gaan we heen? Oh. Is Vanguard het geld waard? Call of Duty Vanguard? Ja, vind ik wel. Ik vind Vanguard wel echt een leuke game, hoor. Ik speel best wel veel, hoor. Met mensen uit de Discord ook. Ook al moet ik zeggen dat ik nu wel aardig verslaafd ben aan Pokémon. Hey, Zeno 19077. Dankjewel voor je gifted sub aan Domi Schuller. Shoutout naar jou. We doen gewoon weer pound. Ik denk dat dat gewoon het beste werkt. Gewoon pound. Kaboom. Is de giveaway al geweest? Er is één giveaway al geweest. En dat is Brilliant Diamond. Die heb ik al weggegeven aan de winnaar. Deze game. We spelen nu Shining Pearl. En dat is deze. En deze game gaan we weggeven. Oh, we willen niet veranderen van Pokémon. Die ga ik weggeven samen met de Nintendo Switch. Dus ik hoop dat iemand hem gaat winnen die niet genoeg geld heeft voor de Nintendo Switch. En hem op deze manier dan kan winnen. Dat is altijd wel het leukst. Ook al moet ik zeggen, als je meedoet, dan maak je evenveel kans als de rest natuurlijk. Zeno 19077, jij gaat lekker met je subbies. Dankjewel voor je gifted sub. Sylvan Low. Boom. Dat was een goede clap, hoor. Oké, even kijken. Zo zien jullie het beter trouwens. Kijk, dan zie je dat Sok level 10 is. En die evolueert bij level 16, geloof ik. Hey, superleuk om allemaal eerst de chatberichten te zien van mensen. Die dus voor het eerst nu reageren. En een account hebben aangemaakt om mee te doen met de winactie. Giltand, dankjewel voor je suppie. Dit is wel chill zo, hoor. Ja, dan kan ik meteen hier dit... Ik zat er een keer over na te denken. Oh, dit is trouwens niet chill, want dan zie je al die aanvallen niet helemaal. Ja, het is wel chill voor hier, want dan zie je dus al die Pokémon linksboven. Maar als ik deze linksboven doe, dan zie je het wel beter tijdens het vechten. SDP Deadly Rocket. Wat een legendarische man. SDP Deadly Rocket, dankjewel man. Voor je 10 gifted subs, bro. Thanks, man. Thanks. Dankjewel. SDP Deadly Rocket gaat ook wel door het leven als Rick. En geloof het of niet, maar ik heb eergisteren geloof ik ook nog met jou op de Discord gespeeld. Oh, dit is chill. Dames en heren, we hebben een super effective aanval. Let op. Dit is Sok tegen een Machop en een watergun is super effective. En ik klap hem in één keer naar de grond toe, let maar op. Huh? Wat? Nog ineens? En er staat ook geen super effective? Wat? Ik dacht dat water super effective was tegen steen. Hoe dan? Nou, in twee kleppen ook goed. Charlotte P, dankjewel voor je 5 euro donatie. Goedenavond, hoe gaat het met jullie? Helaas ben ik ziek en gaan we waarschijnlijk op tijd slapen vanavond. Succes met game en een knuffel van mij. Dankjewel Charlotte, dat is super lief van je. Ah, Machop is fighting en geen steen. Is dat het? Ja, dat is het sowieso. Ja, dat moet het dan wel zijn.
Even kijken. Oh, hier komen we net vandaan. Dat is niet zo handig voor mij. Oh, ik liep lang tegen die boom aan in het bosje. Hè? Meestal heb je dan wel een Pokémon die je tegenkomt. Gebruiker X, dankjewel voor je suppie. En Kevin TD 0570, dankjewel voor de 5 euro donatie. Hoi Enzo, de map van beide games is hetzelfde, zegt Kevin bij zijn donatie. De kaart aan de binnenkant is van de Grand Underground map en de normale map. Alleen de Pokémon in beide games zijn anders. Voor de rest is de map hetzelfde. By the way, nice dat je de game doet. Ik ben zelf ook bezig. Lekker man, Kevin. En thanks voor je uitleg. Je hebt in... Laten we die charm doen. Dat is een nieuwe aanval. We doen even de charm. Sok gooit zijn charmers in de strijd. Oh, lieve hartje. So cute. Doet geen attack, maar zorgt er wel voor dat Starly minder aanval doet. Minder damage. Maar we gaan wel even de pound doen om het af te maken. Maar klopt inderdaad, je hebt nu 4 nieuwe dingen in deze Pokémon in vergelijking met vroeger. Je hebt inderdaad dus de Underground map. Dat is wel echt een hele vette locatie. En je hebt ook een optie waardoor je een Pokémon achter je aan kan laten lopen. Je hebt ook een heel erg mooi iets dat in de avond kan je andere Pokémon tegenkomen dan overdag. En het kan zo zijn dat je een bepaalde Pokémon hebt die alleen kan evolueren in de avond slash nacht. Dus dat zijn van die leuke dingen dat ze hebben gespeeld met de tijd. Moortje Bailey, dankjewel voor je gifted sub aan Bo84. Shoutout naar jou. Ik vind het wel echt serieus superleuk dat er zoveel mensen aan het kijken zijn naar Pokémon. Want dit is gewoon zoveel nostalgie voor mij en het is echt geniaal om hier... gewoon samen met jullie mee bezig te zijn en gewoon om allemaal Pokémon te gaan levelen en te vernoemen naar jullie. Patrick Ster bijvoorbeeld, een van de trouwe kijkers. Oké, we hebben weer een Pokémon trainer verslagen. Ze hebben geen shit op. Ze hebben geen shit op Marietje. Oei, is dit een nieuwe? Is dit een nieuwe? Oh, dit is geen nieuwe. Dit is Shinx. Ik denk dat we even gaan wegrennen. Go Sock. Ja, we gaan gewoon wegrennen. Even eens kijken of er links nog iets is. Ja, oh, dat is die Pokeball waar ik het over had net. Oh, een Repel. Een Rappel, ik weet niet precies hoe je het zegt. Een Rappel, dames en heren, voor de mensen die het niet weten. Een Rappel kan je inzetten. En een Rappel zorgt ervoor dat je een tijdje geen Pokémon tegenkomt. Dus stel voor, ik zou deze nu gebruiken. Dan zou ik dus door deze bosjes kunnen lopen zonder dat dit dus gebeurt. En dat is dus waar die Rappel voor is. Kijk, want hier hebben we bijvoorbeeld de Starly. En die Starly hoeven we niet per se aan te vallen voor XP. Want die geeft niet zo heel veel XP. En dan moeten we wegrennen. En normaal gesproken zou je dus tijd kunnen besparen om een Rappel in te zetten. Je hebt net als vroeger heb je ook een Super Rappel. En die Super Rappel die zorgt ervoor dat het nog langer duurt voordat je een Pokémon tegenkomt. Oh, hij vraagt, je bent een nieuwe trainer, hè? Ik zeg, ja. We hebben een TM98 gekregen. Wat is dat? Rock Smash is dat. En Rock Smash hebben we nodig om stenen kapot te slaan. Ah, die hebben we nu geleerd. Oh nee, die krijgen we pas... Ah, Hidden Moves zijn dit. En die Hidden Moves... Dat is precies hetzelfde... Ah, oké. Maar die kunnen we dus nu nog niet gebruiken. Kijk, zie je het? Kijk, it's a rough rock, but you may be able to smash it with a hidden move. En die hidden move, die krijgen we pas als we de gym leader hebben verslagen. En dan pas kunnen we ook daar naar boven, zoals jullie zien. Kan je de giveaway doen? Ik doe straks de giveaway, dames en heren, van de Nintendo Switch. Binnen nu en een half uurtje ga ik hem doen. Ik zet de timer en binnen nu en een half uurtje... Komt-ie. Zo, ik heb hem nu aanstaan. Binnen nu en een half uur. Oké, battle. Ik denk dat we gewoon water kunnen doen. Oh, ik heb echt zin dat de sok gaat evolueren. Hey, Apple 3200. Leuk dat je een eerste berichtje in de chat gooit. Thomas, jij ook. Leuk dat je kijkt. Oké, Aniekje is level 10. We kunnen wel even kijken wanneer Aniekje gaat evolueren, oftewel Sphinx.
Die evolueert bij level 15. En Erik dan, die Bidoof, ook bij level 15. Oeh, dus alle Pokémon die wij nu hebben in onze, onze lijst, we evolueren bij level 14, 15, 15 en 16. Ja, en daar zijn we al bijna. En dan duurt het nog wel even een tijdje. Ja, daarna duurt het wel weer eventjes. Gaat niet deze stream gebeuren. Dan is het pas vanaf level 30. Tenminste, ergens in de level 30. Hier, nu staat... Ah, nu staat er Water Gun Not Very Effective, omdat het een gras-Pokémon is. Dus dan doen we gewoon paard. Kapoe! Kapoe! Oké, ik hoop dat we straks weer nieuwe Pokémon gaan vangen. Dan kunnen we weer gewoon wat namen gebruiken van de mensen die aan het kijken zijn. Joran Ver, dankjewel voor je subbaas. Wordt gewaardeerd. Oh, we hoeven niet te switchen. SDP Deadly Rocket, dankjewel baas voor je 5 euro donatie. Yo Enzo, alles lekker groza, leuk man, ouderwets dit. Ik heb dit veel gespeeld. Ja, en ik denk dat het daarom ook super leuk is voor veel mensen die al wat ouder zijn. Die dit dus vroeger hebben gespeeld. Dat het heel erg leuk is om dit te kijken, omdat het gewoon heel veel nostalgie naar boven brengt. En voor de mensen die dit niet vroeger hebben gespeeld en die dus gewoon nieuw zijn met deze game, is het gewoon leuk dat ik een beetje kan laten zien hoe het werkt. Ja, want dit zijn wel over het algemeen nieuwe Pokémon. Dus voor iedereen die nu zeg maar fan is van Pokémon. Alle Pokémon's die nu een hype zijn, zitten er wel in. Ja, je hebt zeg maar een combinatie van nieuwe Pokémon en oude Pokémon. Want ja, Pikachu zit er ook gewoon in. Oké, daar gaan we. Wow, vergeleken met de Game Boy van vroeger is dit epische animatie. Ja, dat is wel zo. Deze game ziet er vetter uit dan vroeger. Ook al vinden sommige mensen die graphics van vroeger juist leuk. Maar ik vind deze nieuwe technologie en de looks wel echt gruwelijk. Ja. Want het is nog steeds hetzelfde, maar het is gewoon meer betere kwaliteit. Dat is het eigenlijk gewoon. Ah, kijk, nu gaan we praten tegen Henk. Oh, de gymleader is weg. En wat nu dan? Ah, we moeten nu er vandoor gaan. Hey, Joel 0900, dankjewel voor je suppie. Look for the gymleader in Orenburg City. Is dat hier waar we nu zijn? Ja, dat is hier waar we nu zijn. Oké, dan gaan we eerst even praten. Misschien krijgen we nog weer wat dingetjes. Ik ben wel benieuwd waar jij nu dat eigen... Oh, ja, ja, klopt. Oké, we gaan sowieso eerst eventjes alle Pokémon weer laten rusten. En dan gaan we even luisteren naar dit epische muziekje. Zo lekker is dat, hè. Dat is zo lekker. Joran Ver, dankjewel voor je 5 euro donatie, baas. Klopt, echt nostalgie, maar wat een verschil met vroeger. Toen kon ik de pixels nog tellen op mijn Game Boy. Dit soort games zorgde inderdaad wel voor dat er ook wat oudere mensen komen kijken. Ja, dat is wel echt leuk om te horen. Ja, mijn broer speelde in het spel, dus de Game Boy, dat weet ik. Ja, serieus? En op de DS volgens mij ook, maar sowieso op de Game Boy. Maar dat was het ook gewoon niet echt in kleur. Het spel was toch een beetje groenachtig, toch? Je hebt dus een Game Boy Color. Ja, die had hij later. En ja, die is sowieso kleur, want ja, het heeft color. Ja, die had hij later, maar ook op een normale Game Boy. Ja, nee, weet ik eigenlijk lang niet geleden. Volgens mij een beetje zo'n groene tint. Wow, ik probeer overal tussendoor te komen zoals jullie zeggen. Hey, kijk! En daarom moet je dus weer, nogmaals, voor de zoveelste keer, gewoon met iedereen praten. Ah, hier heb je mijn shop. Kijk, want hier tussendoor denk ik, ga ik even sneaken voordat ik hier naar beneden ga. Om weer iets extra's te krijgen. Wat? Iets beneden dan weer omhoog. Brit, dankjewel voor je suppie. We hebben een X-Defense. The Dark Devil, dankjewel voor je 5 maanden subbaas. Wordt gewaardeerd. Ah, we worden uitgedaagd door mensen hier om te gaan battelen, zegt hij. In de mijn. Nou ja, ik ben er klaar voor. Kom maar op. Kijk, daar weer de eerste. Oh, daar lopen we gewoon langs. Hier, Miron, die met de groene tint was de Game Boy Pocket. Ah, de Game Boy Pocket. Kleinere dus. Oh, geniaal. Ja, die kan ik wel. Nikita Zandvliet, dankjewel voor je suppie. Dat wordt gewaardeerd.
Wat een gaaf spel, zegt Steven Becky. Steven Terbekke. 1, 2, 3. Klopt, het is ook echt een leuk spel. We doen water weer gewoon. Red, Yellow, Green, Crystal, Silver en Gold waren op de Game Boy. Salty Dog 267. Dankjewel voor je sub. Oké, je bent te laat met die pump, Machoke, want je bent nu gewoon dead.